gaan. Om het geluid beter op te vangen? Ik weet het niet. De vraag allemaal, jongens. Daar denk je toch normaal gesproken niet over. Nou, die dingen zitten er gewoon. Ik weet het niet. Kunnen we beter horen? Waarvoor dient een oorlel? Nou, dat heeft iets met evolutie te maken. Vroeger, denken ze, liep er een spier door je oor. En je oorlel met name. En daardoor kon je je oor makkelijker bewegen. En dat was weer handig om enge beesten, insecten en weet ik veel wat allemaal weg te jagen uit je nek. Nou, sommige mensen kunnen nog steeds hun oren bewegen. Ja, ik heb niet van die hele grote oren. Ja, ik zit het zo meteen voor me te zien hoe mensen over straat lopen en dan met hun oren zo. Het zou wel grappig zijn. Oké. Oh, echt waar? Nee, we hebben de insecten.